slechte weer. Had ook wel wat last van het slijt op zijn bril en zo meer. En de Koppenberg, de beklimming is begonnen, daar zijn ze. Wij mogen dus niet met de motoren volgen. Mark van Lombeek niet, maar ook de cameramensen niet, om een regelmatig koersverloop te waarborgen. Zodat we hier met een vaste camera die doortocht zullen meemaken. Phil Anderson ziet er daar alvast op de eerste rij zitten met zijn ploegmaat vermoedelijk. En die plankaart ook van de raad dus even achterop geraakt. En een renner die daar bijna tot bal komt, zou dat Frank Oster kunnen zijn. Oster normaal met een gele trui. Maar wat ik hier zie is alles behalve geel, maar wel het silhouettengewicht. Nee, het is er een van de Absolutes vermoedelijk, maar toch niet te herkennen. Is dit mogelijk, Eddie Blanca? Ik weet het niet. Nog een Panasonic renner. John Kelly daar vermoedelijk ook. Hier misschien Jeff Liekens. Kelly heeft het daar moeilijk, anderen staan al te goed. Het water stroomt daar naar beneden. Mark Sargeant hier wordt geholpen door een paar toeschouwers. Renners ten val gekomen op stoppen hier op de Koppenberg. Renners moeilijk te herkennen ook. Kuiper aan de slag met een toeschouwer. Werd gehinderd blijkbaar. En iedereen de boek is daar ook rechts in het beeld. Je bent er geen een keer de beulen daar. Uw Colijn lopend ook met iets op de schouders. Het lijkt wel een cyclocross cafreetje die we kennen uit het verleden. En Erik van der Haven ook in extreem gestopt. Mee achteraan, daar zien we hem weer op de fiets proberen te komen. Ja, rechts rijden toch nog van der Haven. Daar waar het beste is, uiterst rechts. Probeert hij dus toch nog rijdend in beweging te blijven. Maar renners voor hem lopen, versperren hem de weg. Erik van der Haven daar. Gaat nu, door Krikkie doen, daar ook op de rug te zien. Anderen die toch op de fiets proberen te komen. Ik kan ook hier ook met 148 van de raden nog altijd in het midden van het been. Bovenaan links nu, nog altijd recht op de pedaal, nog altijd rijdend in het midden van de weg. En hier dus nog altijd die ene man die mij met voor Emerson en Eddie Blanca. Adrie van der Poel. Dat zien we daar. Met het nummer 114 achteraan. Martin Kemps, die hadden ze in een aanval wat betrokken. We hebben daar ook Hanegraaf gezien. Hier een renner van de ploeg Gladys Kleinen. De ploeg van Greg Lemond, de afwezige Bernardino. Met vaste camera's dus Kelly hier, kijken naar de doortocht, de keurenaar. Op de plankaart, Kelderaar! Versluis, Taka hier, Liekens, Erik van der Haven, achter hem Krikkion, dit is Erik van der Haven. Dat is Nico Verhoeven zelf, ja, dat is Nico Verhoeven die wij dus niet konden herkennen. Ik vermoed dat het Nico Verhoeven is. Ja, nummer 160 inderdaad, Nico Verhoeven. Een sprinter die hier aan de leiding over de Koppenberg is gekomen met de linkervoorsprong op de twee ploegmaat Eddie Blanca en Phil Anderson, die zijn hier. Dus aan de leiding Nico Verhoeven, hier dan Eddie Blanca. Aan de leiding voor zijn ploegmaat Phil Anderson. Zeker dat is nog niks op zoek naar de jonge Nederlander Nico Verhoeven. En dat is dan een herhaling van de doortocht met de Kelly daar rechts. Die toch nog komt doorkomen. De man uit de ploeg Hogebrood die de weg blokkeert. Vermoedelijk Jeff Liekens, ja, dat is Jeff Liekens. En dan de van La Vitaine, Mark Sergeant. Wordt dan voortgeduwd daar door de toeschouwer. Want de plankaart staat in de hoek te goed. De sluis achter hem wellicht. Anderen die worden opgehouden. Deze die daar net ook hebben gezien. Kuiper die daar
bokspartijtje uitvechten, robbertje uitvechten, wachters, kolijn in het midden van de weg, de beulen, links voor hem, van der Aarden, was even te zien, tot dadelijk een lering bij, achter wachters, aangroot vermoed ik hier voor wachters, daar komt van der Aarden nu op de fiets, rijden. Daar rechts, doet nog even de voetjes vast en blijft dus op de fiets. En vooraan nog altijd in zijn eentje de jonge Nederlander Nico Verhoeven, bijgehaald door Finn Anderson met het nummer 2, de Australiër, die Nico Verhoeven en ook dus Eddie Planka is erbij. De reactie van Planka naar Anderson, achter Verhoeven op de Koppelberg en voorbij de Koppelberg zijn ze dus samengekomen met z'n drieën weg. En er is één achtervolger. Van der Aarden was nog niet lekker in. Die man staat er iemand de Poel. De Poel zal proberen een aansluiting te krijgen bij de Roepen. En die Planka en die Anderson die daardoor hem uitweiden. Mooie inspanning ook van de winnaar van de Dames en Arie van der Poel. De Westen komt hier naar voren. Het is een slijtageslag vandaag. Dat is duidelijk. Maar nader toch, en daarachter is dan toch een grotere kloof gevallen. Pech dus voor Van der Aarden, die lek was gereden kort voor de Koppenberg. Een paar kilometer van die Koppenberg. Die heeft een zware inspanning moest nemen. Daar komen nog meer renners. Drietal hier van een groepje. Vroeger kwam het door beide Koppenberg vaak nog tot een ruime herinnering. Er zijn nog meer achterblijvers die teruggeslagen werden. En de Koppenberg staat meer dan ooit weer ter discussie na wat we daarnet hebben meegemaakt. De regen heeft er natuurlijk voor gezorgd dat de beginning erg moeilijk was. Het was glibberig, glad. En het volstaat dat één man het evenwicht verliest om de hele karavaan op te houden. Het zijn dan de motoren en de volgwaarders niet mee over die Koppenberg mogen. Verandert daar niets aan. Het is al gesuggereerd dat sommige renners soms vrijwillig tegenstanders en concurreren de groep naar iedereen. En de grote strijd is hier toch wel losgebarsten. Jij hier, met Greg LeMond erin. Ja, dat is Greg LeMond. Inderdaad, en daar is nog een derde man bij, en dat is, als we dat goed zien, Stefan Moester. Vooraan dus Kelly met naast zich aanvrienden, Greg LeMond en achter Stefan Moester. En die volgen dan op ruim 40 seconden. Dus 40 seconden achterstand voor dat drietal. We gaan ons hier vandaag weer op tijd zetten en de anderen ervan wachten. Ja, we hebben goed inderdaad, dus ook bijgezien. Dus Kelly momenteel aan de leiding. Deze achtervolgers althans jacht maken op de toplopers zijn de Nico Verhoeven en die Planka, Phil Anderson en Adrie van der Poel. Kelly vorig jaar daar de beste man in de ronde, nu iets minder in conditie, zo lijkt het. Greg LeMond, de Amerikaan die in Vlaanderen woont, en dan de Zwitser Stefan Moeter, een Ier, een Amerikaan en een Zwitser, een internationaal gezelschap, jagen hier om de mannen uit de landen bij de Lage Zee en daar is dan ook Tim Anderson bij. De Australiër die in Waregem woont. Interessante klonk is geslagen toch? En zo'n ruime hergroepering als we tot het vorig jaar is nu zeker niet te verwachten. Ten eerste zijn er al niet meer zoveel renners in goede positie aan die beklimming van de Koppenberg begonnen. En zo'n 20 seconden achter het drietal dat we daarnet gezien hebben, volgt dan